Goedemorgen iedereen. Ik zit nog lekker in mijn badjas. Het is nog vroeg. 1, 2, 3, fuck it! Maar ik wou jullie graag een paar leuke items laten zien van Le Olive. Ik heb namelijk het Mommy pakket. Als eerste zit deze leuke badjas erbij. Hier staat mijn naam op, Thalisa. En het beste, ik ga even op mijn knieën zitten. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik weet niet zeker. Ik denk het wel. En er staat dus op, Mommy to be. Hoe schattig is dat? Echt, ik draag deze badjas gewoon constant. Niet normaal, het is echt het beste ooit. Ik heb ook een beige met mijn naam op van achter en van voor. En nu heb ik ook een lichtblauwe. Die is echt ongelooflijk zacht. Ik wil die gewoon altijd aandoen. Echt zo cozy. Ook zachter als ik opsta, het eerste wat ik doe, is deze aandoen. Gewoon om zo zacht als nog lekker cozy te zijn. En ik heb nog iets heel cute erbij. Echt niet normaal. Hoe schattig is dit? Kijk hoe klein. Echt zo'n klein mini badjasje. In dezelfde kleur als zijn mama. En er vanachter staat baby boy. Dus de baby boy en mama kunnen binnenkort matchen. Zo. Ik zie hem al. Als hem zo'n badje is geweest, dan zo zijn badjasje aan. Echt zo schattig. Le Olive heeft dus echt badjasjes voor kinderen, voor mannen, baby's. Echt elke leeftijd. Maar het is echt gewoon zo cute. Dit is dus voor baby. Echt. I love it. Het is echt zo enorm schattig. Echt zo blij mee. Dan als volgende heb ik nog een kimono. Dat is deze. Ik heb trouwens in de badjas en de kimono een SM van maat. En dit is de kimono. Zo een. Ja, dit is meer een luxurious versie zo. Voor als je niet heel graag zo'n dikke badjas draagt. Dan is dit ideaal. Ik wissel ook wel graag af. Maar als het echt heet weer is buiten, ja, dan draag ik ook niet deze. En dan doe ik er zo een aan. Hier staat ook op Mommy to be. Ik weet niet of jullie het goed zien met de lichten wel. Zo denk ik, beter. En het is echt super mooi. Hele mooie kleur. Zo een roze rosé met dan gouden letters. Echt prachtig gewoon. En daar zit dit slaapmaskertje bij. Ik ga het opzetten. Hier staat ook op Mommy to be, as you can see. Echt super, super mooi. Dat draag ik best wel vaak, zo'n slaapmaskertje. Omdat we hebben wel gordijnen. Maar die laten toch nog zo licht door. Wat we zelf hebben gekozen natuurlijk. Maar daarom draag ik soms dit wel op hotel of zo. Heel leuk. En dan als laatste heb ik nog een pyjamaatje ook. Ze maken ook super mooie pyjama's, ook voor kindjes trouwens. En het zijn zo echt zo classy pyjama's. Echt een zalig stofje. Echt zo zacht. En ik heb deze in donkerblauw. Pyjama heb ik deze keer in een medium genomen, vorige keer in een small. Maar de small past mij nu met mijn buikje niet meer. Maar de medium is echt perfect, ook nu dat ik zwanger ben. En dan bij de shorts is nog dit topje. En er staat ook weer mijn naam op. Dus je kunt alles echt personaliseren zoals je wilt. Op de achterkant van de badjas, voorkant van de badjas. Uw pyjama's, uw kimono's, alles kunt je personaliseren. Zelfs de slaapmaskertjes, want ook bij pyjama heb ik weer een slaapmaskertje. Daar staat ook op Mommy to be. Super cute. Maar je kunt er echt op laten zetten wat je wilt. Onze vriendin Charlotte bijvoorbeeld is pas bevallen. En dan hebben Celine en ik
ook matching badjassen besteld voor hun in het roze. En voor Charlotte hadden we Mommy van achter en dan van voor haar naam Charlotte. En voor de baby Rosie hadden we Rosie van achter erop. Dat is echt super cute. Je kunt erop laten zetten wat je wilt. Het is echt heel tof, ook voor je partner en zo. Ik heb ook voor mijn papa alles een badjas laten maken bij Vaderdag. En dan heb ik papa van voor en Peter van achter zijn naam. Mijn mama heeft ook een badjas, die heeft MS van voor, van Mirjam Zwart. En van achter Mirjam, haar naam. Dus je kunt echt alles erop zetten wat je maar wilt. Het is helemaal personaliseerbaar, wat ik wel echt super vind. Het is echt allemaal super mooi, zo ja, embroidered, of hoe zeg je dat, zo erin gemaakt. Het is echt wel super kwaliteit. En het is niet zoiets wat er maar opgeplakt is, maar het is echt heel mooi ingestikt. Amai, sorry. Maar echt super mooi. Ik ben zo blij met mijn mommy-to-be items van de box. Zeker ja. No doubt, dit is echt mijn favoriet. Dit is echt gewoon, ga ik ook meenemen naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk gaat hij dat nog niet kunnen aan omdat het klein is ofzo. Maar alleszins, ik pak de mijne sowieso mee naar het ziekenhuis als ik moet bevallen. Om daarna lekker chill in mijn badjas te kunnen zitten. Ik ga deze ook sowieso meenemen. Kan ik nog zien als ik die dan al kan aandoen en anders voor daarna als ze een badjas neemt. Dat was mijn kleine unboxing van Le Olive. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en wat inspiratie hebben opgedaan. Ik zeg het, het is echt een super cadeau. Mensen zijn er altijd super blij mee. Het is ook echt wel iets origineel waar je iemand echt een groot plezier mee kunt doen als verrassing. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die is Thalissa, de Griekse ei en dan de T van YouTube 10. Maar ik zal de code hier zetten en ook nog eens onder in de beschrijving zetten. Dan kunnen jullie het daar terugvinden als over de items die ik heb gekozen. Dus ik zou zeggen, veel shopplezier voor jezelf of als je een origineel cadeau zoekt. En dan gaan we nu verder met de vlog. Ondertussen ben ik begonnen aan mijn toilettas voor op vakantie. Watjes moet ik nog ergens insteken. Mijn ontschminker. Mijn crème die ik gebruik voor streamen. Ik gebruik deze. Mijn stijltangje mee. Twee scrunchies. En dan heb ik hier zo wat ja, wasproducten. We hebben flossertjes, oorstokjes, Nivea crème. Om te wassen, dat is zo'n staaltje heb ik eens gekregen. En een shampoo. Hoe noemt dit? Weer al. Eftersun. Die is echt zo goed als leeg. Maar wat er nog in zit, kunnen we nog opgebruiken. En daarna gebruiken we gewoon de blauwe Nivea. Dan heb ik ook nog een Carmex erin zitten. Hier. Dat is met SPF voor uw lippen in te smeren. Gebruiken Niels en ik allebei. En dan heb ik nog zonnecrèmes. Wel kits, maar dat is niet erg. Dat is 50 plus, dat is goed. En dan nog mijn toiletzak. Ik weet niet als ik het open krijg met één hand. Zo. En daarin heb ik droog shampoo, klein staaltje, klein flesje deo. Twee kleine tandpastakjes. My brain. Nog een kleine mondspoeling. Die is ook wel bijna op. Maar oké. Okay. Mijn tandenborstel. Deze neem ik altijd. Ik vervang die natuurlijk wel. Maar deze neem ik mee op vakantie. En thuis gebruik ik elektrisch. Ah, nog watjes. Lap. Ja, oké. Okay, zoveel watjes moet ik wel niet mee. Dan ga ik nog even zien. Ah, bio-oil. Die mag wel hier blijven. Die ga ik niet meenemen. Nog een scrunchie. Oké, okay, die mag ook hier blijven. Dan heb ik nog een kam. Dit is voor littekens. Dat mag eigenlijk ook hier blijven. Heb ik niet nodig. Flosdraad. Voor als dat nodig is. Ons schminker nog. Deze is waterproof voor de ogen. En deze is gewoon. Dan heb ik nog zonnecrème. Thalissa Loop. Oké. Okay. Dit is voor het gezicht. De andere is kits. En elastiekjes en speldjes zitten er nog in. En dan nog twee
staaltjes van dagcreme. Dan moet ik geen hele dagcreme meenemen. Dus dat is wat er allemaal eigenlijk in mijn toiletzak gaat. Mijn scheermes. Maar ik ook niet vergeten. Dat ga ik er ook nog bij steken. Want we need that. Kom, Hupke. Kom. Wat vind ik je? Kom. Ga naar onder. Oké, nu ga ik even verder doen met monteren en nog wat werk dat ik moet doen. En dan denk ik dat ik straks al wat kleren ga klaarleggen voor op vakantie. Dat moet ook gebeuren. En ik moet trouwens nog de afwasmachine vullen, want hier zit enorm veel rommel. Ik heb trouwens ook mijn Elvi borstpomp aangekregen. Allee, borstpomp, ja. Melkpomp. Want ik ga natuurlijk borstvoeding proberen geven. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat dat lukt. En dit is zo echt wel het nieuwste van het nieuwste, denk ik. Correct me if I'm wrong. Maar dat is dus een borstpomp die draagbaar is. En dan zitten er ook zo dingen in voor melk in op te vangen. En wat is dit? Nog een pomp. Ah, hoe raar. Ja, moet ik zelfs even zien. Maar oké. Alleszins, dit is nog een... Ah, dit is ook maar één pomp. Ja, hoe raar ook. Ik ga even uitpakken. Of nee, ik ga het nog niet uitpakken, want we trekken op vakantie. En dan weet ik even niet waar ik dat moet zetten als dat allemaal open is. Dus ik ga dat even gewoon in zijn geheel laten. En zelfs van voor zetten. Maar ik moet wel eens checken, want dit is één borstkolf. En dan denk ik dat dit nog een is. Maar we zullen zien. Dus dan kan ik als ik bevallen ben ook ineens al pompen. Fun times. Maar ik hoop echt dat dat allemaal goed gaat gaan. Want ik wil wel echt graag borstvoeding geven en proberen vol te houden. Toch zeker tot hij naar de crash gaat. Dus een viertal, drie viertal maanden. We zullen zien. Oké, nu ga ik een koekje eten. Dan ga ik monteren. Het is ondertussen avond. En we gaan naar Niels zijn mama en stiefpapa. Lekker eten. Ze gaan lasagne maken. Dus ik kijk er keihard naar uit. Echt zin. Muffin, waar is ze? Echt zin in lasagne, moet ik zeggen. Terwijl Muffin hier aan het janken is. Kom hier. Kijk eens. Daar is toch nog genoeg in. En ik zal je even mijn outfit laten zien. Dat kleedje krijg ik best veel vragen over. Oké, dit is het kleedje. Ik weet niet of je het goed ziet. Hier is zo'n strik. En dat is van Totally Too. Maar dat is al oud. Ik heb zelf spijt dat ik dat niet heb gehouden in grijs of een beige of zo ook nog. Want nu zit dat wel echt super goed. Zit echt zo aangenaam. Vergeet de ja. Nee, ik vergeet de eitjes niet. Mijn buik ziet er trouwens best dik uit, amai. Oeh. Nee? Gespierd. Ja, niet gespierd, hè. Zwanger. Schoon, hè. Schoon. Maar ik heb ook vandaag nog niet naar het toilet kunnen gaan. Oei. Story of my life oh, at the moment. Dus dat is echt ja, de helft ben kaka dat erin zit. En dat is echt, dat is no joke. Want als ik nu heel goed zou kunnen gaan, dan is mijn buik echt zo, denk ik. Als ik die intrek en nu die zo. Dus ja. We zijn terug thuis. Mijn was is terug vochtig, hè? Kijk trouwens. Cute. Dat is van Noortje nog geweest. Dat is zo'n kerstpakje vlies. En als Celine zei, wil je dat hebben? Want ja, baby nummer 2 van Celine gaat er niet meer in passen. Die gaat tegen kerst daar al te groot voor zijn. Mocht ik het hebben. Super cute. De was is al terug vochtig omdat dat buiten is gestaan. En ik ben hier even alles aan het klaarmaken. Want ik ga Milky nog eens even laten
aerosolen in zijn dingetje. Want die snottert weer echt fel. Ik ben die nu zo weer twee daagjes aan het laten aerosolen. Hoe moet ik dat zeggen? Zo vapen, zo. Een soort van. Ja, dat is een soort van muntolie wat de neus openmaakt, zoals Vix of zo. Voor katjes. En dan moet die even een kwartiertje in dat bakje zetten en een handdoek erover. Dat dat zo heel vochtig kan worden. Hij vindt dat niet fijn, maar. Moet hij trouwens ook naar boven gespurten, dus ik ga hem even halen. Even maar. Het is niet zo lang. Ga er maar in. Ja, ik weet dat je dat niet leuk vindt, maar het moet heel eventjes. Het is voor je eigen best wel, hè, Milk? Voor je eigen goed. Ja, patatje. Het is voor uw eigen goed. Tot ziens. Flink, hè? Flinke Milk, ja. Flinkie. Voilà. Goed zo. Hij zit erin, in zijn tentje. Je hoort hem miauwen, garm. Savakis? Oh, hij vindt het niet fijn. Maar ja, het moet. We gaan slapen. Het is 10:40. Ik ga mij nog eens schminken. Niels is nog even in zijn gym naar zijn nieuwe machine aan het kijken. Slapen, muppie. Zo. Ik moest nog iets zien. Daaraan, ik weet het niet. Dus ik ga al naar boven, want ik moet toch nog mijn schmink en zo allemaal afdoen. De lakens meenemen. Vers gewassen. Dan ga ik lekker mijn schmink eraf doen. En lekker in bed kruipen. Zo, kijk, nu laat ik die lakens vallen. Niet slim, Thalisa. Niet slim, hè. Heeft dat niet graag als ik dat open doe. Maar er zit een vliegenraam in, hè, wel. Maar toch, heeft dat niet zo graag. Maar ik hou ervan dat het zo lekker fris is. Als we gaan slapen. Ik ga mijn make-up eraf doen. Een scene, want ik heb hier... Ja? Dat weet ik niet. Ja? Ja, ik weet niet waar die is dan, babe. Ik heb dat niet gehad. Echt niet? Nee. Waarom zou ik dat hebben? Dat is mijn duct tape op. Mama, die weet echt nooit van iets. Oké. Morgen is de laatste dag dat we... alles voor de vakantie kunnen pakken. En morgen vroeg moet ik een PCR-test gaan laten doen. Om, ik weet eigenlijk niet, om 9:40 of zo, denk ik. Dus dat zal morgen op de planning. En dan moet ik nog proberen deze vlog te editen en nog ene. En dan ga ik trouwens ook een week... niet vloggen. Allee, ik ga vloggen op vakantie. Maar ik ga niks posten een week lang. Zodat ik ook echt even vakantie heb en even de tijd heb om te editen als ik terug ben van vakantie. Dat ik niet als ik thuis kom direct moet editen en posten, maar dat ik even tijd heb. Allee, die week als ik thuis ben ga ik dan editen. Oké. You guys will see, hè. Ik ga het gewoon... Ik denk, deze vlog komt
maandag. En dan denk ik dat er woensdag nog een vlog is. En dan gaat er vrijdag geen vlog zijn. Dan maandag daarna, woensdag en vrijdag ook geen. En dan komen de vlogs terug. Zodat we even echt vakantie hebben. Het gaat ook de laatste vakantie zijn. Dat we echt met ons tweeën zijn waarschijnlijk. We hebben wel in september nog verlof. Maar dan gaan we niet echt weg. Dan gaan we alleen maar een weekendje doen. Voor de rest gaan we dan niet echt iets doen. Dus ook wel fijn natuurlijk, een weekendje. Dat is altijd leuk. Als je zo even weg kunt zijn. Maar thuis zijn is ook altijd leuk. Maar oké, ik ga de vlog hier afsluiten. Want anders zit ik hier weer 5 minuten vol te praten. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Laat een leuke comment na. En dan zie ik jullie snel weer. Dag. Oh, 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 oh